gewis, u kent ons wel. Als Thomas Vaar en Pieter Nel. Het oude jaar, dat zit erop. En wat het bracht, een zere kop. O ja, wat bracht jou zo aan het kwellen? Moest jij in de raad de fractie stellen? Zeg, jij hebt toch geen fobie van die partij D-3? Ach ja, die democraten, zo gerespecteerd, hebben zichzelf nu gehalveerd. Vroeger wist men het zo in te kleden dat de kiezers dat tenminste deden. Het kostte Claudio zijn baan. Ik zag hem net nog buiten staan. Zijn loopbaan was van korte duur. En voor hem is dat dus extra zuur. Ja, politiek, dat is een hard bedrijf. Geen garantie voor een lang verblijf. Zo'n zetel heb je vaak maar even. Hoewel sommigen er wel aan vastkleven. Ja, die zijn niet op het plus beland, maar die zitten op het klittenband. Ook Jan van Marle, snel vertrokken, zit nu weer achter moeders rokken. Niet vanwege slecht beleid, maar een kleine slordigheid. Ja, hij vertrouwde vele jaren op zijn leger ambtenaren. Maar toen dat misging, veel tumult. En dus zei Jan, geef mij de schuld. Toch is het zonde van zo'n knappe vent. Hij lette tot op de laatste cent. Precies. Maar hoeveel wij ook moesten storten, het ging altijd en overal over tekorten. Ach ja, zo rommelt het terdege in het Almeloos College. Jon gaat weg, zoals ik al las. En Gerard de Haan is aan het gas. Maar Aleid Langius komt ons versterken. Maar niemand om hem in te werken. Kom, kom, niet zo somber, lieve meid. Geef die man een beetje tijd. Alles komt wel tot bedaren. Want die man is heel ervaren. Vooruit dan. Alex is de corrivee. En hij heeft zijn voornaam mee. Het jaar, dat merkt u wel meteen. We gaan er kris en kras doorheen. Eén ding wil ik nog over Claudio kwijt. Want hij stond wel voor een binnenstad met kwaliteit. Hij zag het centrum alweer stralen. Met die mooie nieuwe lantaarnpalen. En overal van nieuwe afvalbakken. En banken waar je in kon zakken. Ik voelde me daar net als bij de gynaecoloog. Wel naar beneden, maar nooit meer omhoog. Ik wil, nu hij weg is, niet op hem fitten. Maar die banken, die ben veel te laag. Daar kun je allemaal niet op zitten. Wacht eens. Ik hoor je dat woord bank nu noemen. Ja, en weet je wie ik ook zou willen roemen? Herman Hazewinkel vanzelfsprekend. Want wat die man doet, dat is baanbrekend. Hij maakt de bank van Ledeboer tot een oord van verf en voer. Nou, maar dat klinkt wel erg obscuur. Het wordt een tempel van cultuur. Oh, goed. Als jij dat zo bepaalt, ik vind alles best, zolang hij betaalt. Ja, betalen, daar wil ik ook nog over praten. Want waar moet ik straks mijn auto laten? Wanneer is het vrij, wanneer is het betalen? Zelfs Irene is aan het dwalen. De ene keer heeft ze zijn zoon haast, maar dan zit ze er weer helemaal naast. En nu is er weer alle tijd voor een nieuw parkeerbeleid. Nou, Pieter Nel, ik geef je één voorspelling. Dat parkeren wordt een grote kwelling. Staat je auto eenmaal buiten, kan je naar je centen fluiten. Nou, dat lijkt me dan wel wat, want dan wordt Almelo toch nog evenementenstad. Wat is Tencel dan toch alert? Almelo, één fluitconcert. Ik zei, u merkt het wel meteen. We gaan er kris en kras doorheen. Het politiek landschap werd één grote brei.
Elke kiezer kreeg zijn eigen partij. En die klonterden dan weer gauw bij elkaar. En plots was verschil geen enkel bezwaar. En wat blijkt nu? Nou, wat hen zo bindt, dat is dat iedereen er iets anders van vindt. Ja, en of dat ergens goed voor is? Nou, ze wonnen wel de eindejaarsquiz. Maar in plaats van samenvoegen ging D66 in twee ploegen. Alsof de kippen om het eerdere kerstmis vroegen. Zo werd het landschap steeds maar wijder. Straks is elk raadslid ook nog fractieleider. Tja, dat nieuwe stadhuis, heel magnifiek, vraagt kennelijk om nieuwe politiek. En het heeft een mooi bordes voor de huldiging van Heracles. Ja, ja, want die voetbalclub van ons gaf vorig jaar een diepe frons. Maar wat ze tegenwoordig doen, die worden straks nog kampioen. Nou, dat zou wel heel wat centen schelen als ze Europees gaan spelen. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat we het stadion weer uit gaan breiden. Jan Smit moet daar toch niet aan denken. Kan die weer geen biertje schenken? Ja, dat was een kleine flater. Die opening met al dat water. Voldoende kaas, voldoende worst. Maar zonder bier ook heel veel dorst. Maar toch, hij doet het goed, Jan. Het is een echte voetbalzakenman. En een naam voor het nieuwe stadion zou ik wel weten. Voor mij mag het de Smederij gaan heten. Het oude jaar, dat weet nu iedereen. We gaan er kris en kras doorheen. Ondanks alle nieuwbouw mag ik hopen dat we dat oude stadhuis nou snel gaan slopen. Maar Thomas Ver, dat is van oud. Nou, lieve kind, dat laat mij koud. Alles heeft een tijdlimiet en wat nu rest is dynamiet. Want zelfs ouds eigen erfgenamen zijn zich voor dat ding gaan schamen. Nou, ik heb misschien een leuker idee. Oh ja? Nou, voor de draad ermee. Kijk, we stoppen heel veel centen in die goochelprominenten. Laat Magica die klus maar klaren en ons heel veel werk besparen. Die spreken dan het toverwoord en het stadhuis is in de grond geboord. Ja, ja, dat is dan zeer bepaald een ton subsidie die zich terugbetaalt. Ook heb ik een groot vertrouwen dat we de rechtbank mogen behouden. Ja, dat heeft Ivo uiteindelijk zelf beloofd. En die was niet voor niets justitiehoofd. Niet dat de hoofd vervlogen is, maar recht is iets dat krom is en dat verbogen is. Iets anders doet me veel plezier. De Belastingdienst blijft nog een jaartje of vier. Het geld dat eerst mijn zak uitvloog, houdt nu tenminste in het oog. Iedereen merkt het meteen. We gaan er kris en kras doorheen. Weer iets anders. En dit raakte ons werkelijk allen. Hans Kobus en Hanneke Krol zijn ons ontvallen. Ze zijn onze dank en waardering zeer waard, maar hebben zich nu bij de historie geschaard. Want, ja, per slot, weet wel iedereen, ook dit soort dingen kun je niet omheen. Verder willen we nu wat aandacht besteden aan al die mensen die hier een functie bekleden. Het bestuur dat voor het programma moet zorgen en daar ook de kwaliteit van moet borgen. Nou, wat ze deden, dat wilde wel aanslaan. Dus ik zeg, lui, vooral zo doorgaan. Dat zeg ik ook tot Harry Koop in de Biep. Ik heb die man nog nooit betrapt dat hij sliep. Je kunt er bij hem en zijn mensen van op aan dat je correct, historisch, te woord wordt gestaan. Wij vinden dat meer dan geweldig en knap. En daarom klinkt voor jullie allemaal het volgende geklap. We blikten ook nog even over de grens
daar is het moeilijk voor menig mens. Je ziet ze dan ook met hordes en drommen met velen tegelijk de grens overkomen. We wisten een landelijk voorbeeld te geven door hun kinderen iets moois te laten beleven. We stuurden een Sinterklaas naar ze toe en dat was een verrassing, je weet niet half hoe. En om deze middag nooit meer te vergeten, kregen ze daarna pannenkoek te eten. Zeg Pieternel, zou dit soort eten nou baten om ze ook beter leren plat te praten? Ja, in Den Haag, daar kan men van ons leren. Bijvoorbeeld hoe je snel kunt integreren. En inderdaad, ook hier, u merkt het al meteen, we gaan er kris en kras doorheen. We komen ook nog even terug op wat Almelo beschouwt als een brug. Op een brug, daar moet je kunnen lopen. Dus in Almelo nooit open. Maar heus, het is soms echt een zegen als een brug wat kan bewegen. Je krijgt dan schepen in de stad. Nee, geen kruiser of fregat, maar een sloepje op zijn minst. Nou, dat is toch zeker winst. Ja, heus, zoiets hoort bij een echte boulevard. College, maak dat nou eens rap voor elkaar. Als je Jan Smits daar nou eens de centen voor vroeg. Na de verkoop van Tanane heeft hij geld genoeg. Het jaar, dat merkt wel iedereen. We zijn er kris en kras doorheen. En daarom groeten wij u allen. In straat- of kersttaal heet dat nou de bal. Tot slot. Pieternel. En Thomas Vaar. Wensen u allen een gelukkig nieuwjaar.